Ik ben Anjo Geluk, ik woon in Steenwijk en ik ben 71 jaar. We hebben 5 kinderen, 10 kleinkinderen. Ik ben eigenlijk de knutseloma in de familie. Ik schreef altijd al voor de Nederlands Tijdschrift voor Medische Studenten, voor de encyclopedieën. Nou, ik ben gewoon door blijven schrijven en ik had ook niet het idee dat we met 65 moesten ophouden. Wat mij betreft wil ik heel graag blijven participeren. Ik ben voorzitter van Denktank 60PLUS Noord. Dat is een grote groep mensen die wilden meedenken en ideeën ontwikkelen over de participatie van ouderen. Het is heel spannend, want sommige dingen gaan ook niet helemaal goed en andere dingen gaan juist wel heel goed. Zoals onze bijdrage aan het onderwijs. Dat is echt een succes gebleken en dat wisten we van tevoren ook niet helemaal. Moeten mensen opgeleid worden van 18 die met ouderen gaan werken? Dan denk ik van, dan ligt het voor de hand dat ouderen daar een bijdrage aan leveren. En nu blijkt ook dat heel veel ouderen het heel erg leuk vinden om op die manier bezig te zijn. Dus echt in de praktijk met jongeren. En oud-studenten die mailen wel eens van wil je eens een keertje meekijken. Dus om die onderwijsactiviteiten blijken in een behoefte te voldoen, heel veel op te leveren. Je hoort er echt wel bij. Iedereen kan alles bedenken voor de toekomst. Maar het is natuurlijk ook gewoon zo dat ouder worden ook gepaard gaat met dingen die niet meer kunnen. Ik heb een heel kleine actieradius. Dat ik zo slecht loop, maar er kan altijd nog wel iets. Ik wil ook graag mensen oproepen om te blijven participeren. Dus mopperen en klagen en zeuren, dat helpt niks. Je moet gewoon aan de slag. Beter oud worden is voor mij in de samenleving aan de slag blijven. En dat kan ook op de vierkante millimeter.